in de werkgroep had iedereen zijn eigen dingen. Jos zorgt voor het boek. Hè, dat vond hij fijn. Hij had eens een keer een boek schaam met Griet Segers, een boek gemaakt in het verleden. En Jos die ging voor een boek. Ik zeg ja. Ik ben tenslotte ook een klein beetje bouwkundige. Ik heb altijd lesgegeven in bouwkunde, metselen en timmeren en andere dingen. En we zijn van thuis uit ook een beetje een creatieve familie. He, we hebben nog wat van die kunstenmakers bij ons in ons gelid. En toen dacht ik, oh, weet je wat, ik ga eens een tekening bedenken. Iets wat we bij het station neer kunnen zetten. Ik heb gewoon een tekening gemaakt. Dus dit is het getekende ontwerpje. Dan kijk je zo tegen de zijkant aan. Hier is het bankje. Dat lijkt een beetje op de vorm van een bank in de trein. En dan herken je ook daarboven waar je die koffers in kunt leggen. Het oude station, bij de overkapping, zaten die paardjes in, die Pegasus paardjes. Nou, die heb ik dus eigenlijk ook in de overkapping terug laten komen. Met het idee, we krijgen er wel een paar van het Spoorwegmuseum. Dit zijn de palen die uit Boksel komen van het oude station, van de kap. En wel van het originele stuk, dus zeg maar de zuidzijde van het station, waar dus destijds als eerste de kap is gebouwd. De Pegasus versieringen die zaten niet aan beide kanten van het station. Nee. Hoe zat dat? Nou, het station was, in oorsprong was het station lagen in eerste instantie de sporen aan de zuidzijde toen het station werd gebouwd. Later, toen het spoorverkeer intensiever werd, heeft men aan de noordzijde, dus aan de centrumzijde, sporen aangelegd. Daarmee werd het station ineens zeg maar, een station wat tussen de sporen in stond, op een eilandperron. En men heeft aan de andere kant toen ook een kap moeten bouwen, om natuurlijk de reizigers ook droog te kunnen laten wachten op de trein. Die kap die kwam uit Vlissingen. Dat was gewoon een stukje hergebruik. Was in Vlissingen, station Vlissingen niet meer nodig. Die is naar Boksel gebracht en daar opgebouwd. Het idee is waar de Pegasuspaadjes in zitten, dat zijn deze twee zijvleugels. Zeg maar. Dus niet van deze kolom, maar van de kolom die in Boksel heeft gezeten. Deze twee zijvleugels die je ziet, die dragen de balk. Dat is gewoon een I-profiel. Die balk liep evenwijdig aan het spoor en daar lag de kap. Dus het afdak van het perron die rustte op deze paal. Ze hebben nu een aantal steunen meegenomen uit depot. Dat is een lokale smid daar die in het project zit. Die gaat ze opknappen. Want aan de ene kant was er al veel kapot vanuit gewoon het verleden. Gewoon vanuit de oorlogsomstandigheden en zo. Aan de andere kant met de sloop toen bij Boksel, toen de kap van deze station werd afgebroken. Ja, de sloop heeft gesloopt. Deze schetsen die we hebben gekregen. En dit zijn dan uiteindelijk de werktekeningen geworden van de bank. Het ontwerp gebeurt vooral op de computer. Je maakt zelf ook wel handschetsen en zo als je de ideeën hebt. En vanuit die handschetsen die breng je dan op de computer. En dan kunnen we daar een tekening van maken die vervolgens de productie ingaat. En vanuit daar wordt het dan gemaakt en uiteindelijk ook gelast en gemonteerd. Die hebben we overgetekend eigenlijk en dan door middel van een lasersnijmachine worden die uitgelezen en dan krijg je zo'n plaat. Kijk. Zo. Dit zijn onder de platen die zijn dan gelaserd en er is dan met een zetbank is daar een kant aan gezet. Deze kokers die we hier aan de buitenkant hebben liggen. Daar worden de hoofdstaande kokers, zeg maar. Ja. Ik denk dat dat vloeit wordt nog eens. Dat is in ieder geval een overkapping. Het zou heel mooi zijn als een bankje voor spoor 150 wat techniek verwerkt wordt. En we zijn daarvoor gevraagd om eens te kijken wat de mogelijkheden daarvan zijn. Een van de mogelijkheden die wij bedacht hebben is om daar zonnepanelen in te zetten. De zonnepanelen die voeden een gel-accu. En dat gaat middels een converter die daarvoor nodig is. Die wordt ertussen geplaatst. De stroomvoorziening van die gel-accu die opgeslagen wordt, die verwarmen namelijk het bankje middels een koolstofverwarming. En dat heeft dan weer een link met onze wisselverwarming die ook op dezelfde basis ontwikkeld is. Dat bestaat uit een koolstoflaagje wat verwarmd wordt en naar gelang de temperatuur, de buitentemperatuur, kouder wordt. Krijg je meer energie daaruit. Het is een flexibel materiaal wat zo aan de onderzijde van het bankje gemonteerd wordt, zodat mensen lekker comfortabel kunnen zitten. De techniek is bewezen, het verbruikt vrij weinig stroom en daarmee krijg je een energie-neutraal systeem.
Ja, dan zou die 4,9 ton wegen, dus 4.900 kilo. En dan, maar er zit de fundering, die is daar denk ik al de helft van. Er komt dan nog een laag van 10 centimeter zand op. En dan nog een laag van 10 centimeter van de klinkers. Dus dat zit echt helemaal mooi weggewerkt en dat staat als een huis. De bank is thuisgekomen. Ja, heel blij mee.